gezonde chocolademousse. Of ik was afgevallen. En we willen drie appeltjes snijden. We vinden dat alle drie super lekker. Hallo en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik voel me zoals ik eruit zie. Oh, ik ben moe, ik heb buikpijn, gewoon ben ongesteld geworden. Dat heeft er denk ik wel een groot deel mee te maken, maar gewoon ja, dat heb je soms. Maar ik open wel de vlog, want in deze vlog ga ik jullie meenemen met mijn gezonder eetpatroon. Of zo. In de vorige vlog kon je zien wat mijn plan was om wat kilootjes kwijt te raken. En deze week ga ik jullie meenemen met het eten. En volgende week met het bewegen. Eigenlijk wilde ik het omgedraaid, maar gezien de maandelijkse situatie dacht ik, we draaien het even om. Dus volgende week ga ik jullie laten zien wat ik qua bewegen graag doe. Maar nu dus eten. Vanmorgen kon je zien dat ik een havermoutje had met blauwe bessen en pindakaas. En zo net had ik twee boterhammen met kaas en roerei en champignons. Super lekker. Nu neem ik lekker een kopje koffie en ga ik even wat werken. De vlog afmaken en wat bestellingen nog inpakken. En dan hopelijk even op de bank, want ik ben gewoon moe. En dat heb je ook wel eens. Jullie zijn misschien wel benieuwd of ik was afgevallen. Want ik zei ook vorige week vlog, ik hoop dat ik iets ben afgevallen. Want ik moest ongesteld worden, ben ik altijd iets zwaarder. Maar ik ben zeker afgevallen. Daar ben ik heel blij mee. Maar het was eigenlijk iets meer dan eigenlijk gezond is. Ik vind het een beetje lastig om te zeggen, ga ik nou zeggen hoeveel kilo ik ben afgevallen? Ik vind het gewoon best wel een lastig onderwerp. Want het is maar een getal. En dat zei ik de vorige vlog ook. Het is maar een getal. Het gaat meer om hoe jij naar je lichaam kijkt dan dat getal op de weegschaal. Maar in dit geval wil ik wat kilo's kwijt. Dus is dat getal op de weegschaal dan wel weer belangrijk. Maar goed, ik heb nu dus wat extra calorietjes bij mijn eten gedaan. Want het is niet de bedoeling dat het zo snel gaat. Ik wil wel op een gezonde manier wat kilo's kwijtraken. Dus ik heb er wat calorietjes bij gedaan. En dan gaan we volgende week maandag wel weer zien hoe dat dan is gegaan. Ja, Emma ligt op bed. Die had een leuke ochtend. Zij was ook moe, dus we hebben gewoon rustig aangedaan. En ja, ik ga editen, orders inpakken en hopelijk even op de bank liggen. Mama zijn weer wakker. Mama had ook geslapen, Emma. Ja, ik ook. Jij ook. Had jij lekker geslapen? Ja. Ja? Ik had die film aangezet, de Cinderella Story. Die keek ik vroeger altijd, een leuke film. Maar ik dacht, als ik in slaap val, weet ik wel wat er gaande is. Volgens mij letterlijk 5 minuten gezien. En is toen Emma nou? Kijk. Daar ben jij. Oh, je zit achter een dingetje, ja. Daar ben je. Beter? Ja. Nou, stond iets in het scherm voor Emma. Maar ik werd letterlijk door de aftiteling werd ik wakker. Dus ik heb een goed slaapje gehad.
Ik had mijn smartwatch niet om. Anders had hij dat als een slaapje erbij kunnen tellen. Maar die was even aan het opladen. Wat gaan we zo doen? Werken. Gaan we werken? Echt? Ja. Ja, een beetje. Mama moet nog een beetje wandelen. Oh, en wat? En waar gaan we naartoe? Naar de winkel. De pakketjes. Ja, al heel goed voor de pakketjes. Ja, was ik alweer bijna vergeten. Ik had net bovenaan de trap wat orders gelegd. Die moeten op de post. Weer nieuwe postzegels kopen. Volgens mij had ik de vorige keer 7 velletjes. Die zijn dus allemaal op. Dus even nieuwe postzegels kopen. En ik moet nog even naar het kruidvat. Voor mijn maandelijkse dingen. Ibuprofen was op. Ik heb er nog 1 gelukkig. Dus ik kan nog even vooruit. Maar die was op. En, Ben je nog niet klaar met de filmcamera? En met tampons ook, dus moet nog even. En dacht ik, dan loop ik een heel groot rondje eventjes voor mijn stappen. Wat wil je dan nog zeggen, Emma, tegen de filmcamera? Koeken. Heb jij een koekje? Ja. Ga jij ze dan snijden? Nee. Ja, ook passen. Nee, oh, dat heb ik nu al gedaan. Mag je? Heb je ook nog passen? Doen we dat als ze zijn gesneden. Hè? Ik ga ze eerst maar snijden. Kijk, mama, kijk. Wat heb je? Een komkommer. Nee, weet je wat het is? Aubergine. Zo, doe maar wat. Die klaar. Wat klaar is hierin, Emma? Kijk, hierin. En we hebben die alweer zien snijden. Mama, moet je helpen? Ja. Plakje snijden? Emma en ik hebben lekker gekookt. We horen officieel horen er. Ja, je had geholpen, Emmy. Officieel horen er geen aardappeltjes bij, maar ik heb voor Daniel en Emma er even wat aardappeltjes bij gekookt. En ik zonder. Ik zal het recept even in de beschrijving zetten. Ja, kijk uit, het is wel heet. Hè? Jij krijgt ook. Het is aubergine. Op een aubergine en ui en tomaten en gehakt. En kaas, 30+ kaas. Lekker, dus we gaan lekker ervan eten. Ja, kaas. Ja, maar jij hebt ook kaas, kijk. Hier bijvoorbeeld en hier. Lekker. Eet smakelijk, jongens. Eet smakelijk. Nou, wij zijn nog lekker aan het smikkelen, maar ondertussen worden al 2 keer opgeschept, ook door Emma. Vind je het lekker? Ja. Papa, vind jij het lekker? Nee. We vinden het alle 3 super lekker. Het was heel makkelijk te maken, dus echt een aanrader. Ik zal hem linken in de beschrijving. Hallo, het is zaterdag en vanmorgen hadden we een verjaardag, was heel gezellig. En nu is het tijd om schoon te maken. Om de week doen we eigenlijk het hele huis, doe ik het hele huis. En het is weer zover. Dus ik ga even lekker, als de batterij het volhoudt, wat sfeerbeelden maken. Mocht je ook je huis moeten schoonmaken, hopelijk krijg je er dan een beetje zin in. Ik heb er niet altijd zin in, maar het is nu zo'n rommel. Ook mijn bureau met die webshop en drukte is gewoon een puinhoop. Dus ik ga lekker even de bovenverdieping en beneden schoonmaken. En als Emma wakker is, doe ik het hier. Want ik wil Emma niet wakker maken met de stofzuiger en zo, bladibla. Dus, let's go.
het huis is helemaal schoon. Ik vind dat zo'n klerenklus, maar als het dan gedaan is, vind ik het wel heel erg fijn. En wij gaan nu film kijken, Harry Potter. We zijn met de delen al een hele tijd bezig. En vanavond is het laatste deel, gaan we kijken. En ik vind het toch wel lekker om een snackje te hebben. En dit is mijn nieuwe favoriet, Snackerjack Karamel. Ik ben wel een zoete kou, dus dit is dan ideaal. Dus dat ga ik lekker oppeuzelen met thee. En ik vind Slaap Lekker Thee altijd lekker in de avond. En die Snore and Peace van Clipper. Clipper is sowieso mijn lievelingsthee-merk. En dan de Slaap Lekker Thee. Perfecto! Om de vlog mee af te sluiten heb ik nog een lekker toetje. Wij gaan het in ieder geval eten als toetje. Namelijk een gezonde chocolademousse. Ik ben dol op chocola en chocolademousse. En dit recept wil ik heel graag met jullie delen. Ik heb het wel eens eerder gemaakt, maar of ik toen helemaal dit recept heb gebruikt, weet ik dus niet. Dus, we gaan het proberen. Je hebt alleen deze drie ingrediënten nodig. Dadels, cacaopoeder en kokoscreme. Eigenlijk meng je dit allemaal en dat is het eigenlijk al. Dus het is in ieder geval super simpel. Ik ben heel benieuwd. Ik heb de dadels ontpit en nu ga ik de kokoscreme erbij doen. En ik doe er ook 2 eetlepels cacao bij. En dit moet je even mixen. Ik denk het beste in een blender, maar ik ga even proberen met een staafmixer. Vind ik toch wat minder afwas achteraf. Ik hoop dat het lukt. Nou, het is gelukt. Dit gaat even in de koelkast en dan ga ik vanavond het lekker proeven met jullie. Voordat ik ga vertellen hoe de chocolademousse is, wil ik je bedanken voor het kijken naar deze vlog. Want het is ook het einde van deze vlog. Ik hoop dat je het leuk vond, dat je de receptjes die we hebben getest en erg lekker waren, leuk vond. En laat vooral een reactie achter met jouw lievelingsgezonde recept of wat in jouw ogen gezond is. Laat het weten, ben ik heel benieuwd. Maar als je iets hebt met tempeh, heel graag. En dan nu de chocolademousse. Gisteren hebben we hem al gegeten, maar toen heb ik het niet gefilmd, want ik had migraine. Maar wij vonden hem allebei zo ontzettend lekker. Zelfs Daniel, die houdt meestal niet van die gezonde dingetjes. Maar dit vond hij ook heel lekker. We hebben zelfs een beetje ruzie gemaakt om wie de laatste portie mocht. Ik heb gewonnen. Daniel eet chips, dus hij is niet heel zielig. Maar deze is echt heel lekker. Hij is wel qua structuur wat anders dan gewone chocolademousse. Maar ik denk als je het in een goede blender doet, dat het dan ook wat, ja, zachter is. Dus echt een aanrader. Ik ga dit sowieso vaker maken. Dus dankjewel voor het kijken en tot volgende week. Doeg!